zoals van niemand je kan verstaan. Riep in de speakers plaatsen waar hele publiek je haat. Nou, we zijn Riek en X over mannen neerzetten, helemaal. Riek en X, ah, ja, je ziet het. Het is echt Riek en X over elkaar. Ik gebruikte de naam Riek en X voor mijn producties. En gewoon Riek en X producties, ik vond het lekker klinken. Riek en X, weet je. En ja. Ja, het lijkt wel heel erg op een vorig verhaal wat ik ooit eens verteld heb, volgens mij over namen die lekker klinken en zo. Maar toen weer het idee om ja, toch wat meer wat rust in je kant op te zoeken. En ja, dat zouden we dan onder de naam Riek en X gaan doen. En op een gegeven moment hadden we in die sfeer weer af. En toen hadden we zoiets van, fuck it, we halen die bollen er gewoon ook bij. En dan maken we er een grote gezellige boel van, ja toch? Oin, 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 oin. Net hebben we een album geschreven in 4 maanden of zo. Sorry. Ja, dat is snel gegaan, ja. Met een hele andere sound dan we normaal doen, nieuwe producers. Allemaal een hele hoop mensen die... op Presto Na, inderdaad, volgens mij. En Dilux heeft een track gedaan met solo over. Een track met Senna. En voor de rest is het bijna allemaal nieuwe koek. Oh Mike, je bent met Thompson ben je begonnen? Nou, we wilden eraan gaan, het plan was om eraan te gaan beginnen. En toen we eigenlijk, hij was maar met die sfeerbeer en ik heb heel lang in een zware, ja, creatieve dip gezeten, zeg maar. Waar het door komt, God knows. Maar ja, ik zat een beetje in een dippie en toen kwam die sfeerbeer en we hadden hem erbij getrokken. En ik dacht van, ja, dit is precies die flavor die ik eigenlijk al jaren wilde maken en waar je bij VSP niet aan toe bent gekomen, omdat je gewoon met te veel mensen bent en met te veel smaken gewoon rekening moet houden. We hebben 3 tracks van die sfeer weer gedaan op een gegeven moment. We hebben die sfeer weer in 1 week gedaan. We hadden 3 tracks gedaan. Hey, dit moesten we gaan maken. Ik zei ja, de volgende track die jij hebt, maar jij zei ja. We zijn een tijdje uit elkaar gegaan, Tim en ik. Ja, toch. Je kan een relatie niet. Dus nu, op een gegeven moment ga je een beetje, wil je toch andere mensen zien. En raak je ook in de sleur. En raak je in de sleur, wil je andere mensen zien. Ja, en toen op een gegeven moment hadden we hetzelfde gezeik. We houden zoveel van elkaar en we moeten wel gewoon weer samenkomen. Maar ik was hetzelfde gezeik. Ik moet ook zeggen, ik heb gefungeerd als de dochter Phil. Dokter. Dochter Phil. Ik was dochter Phil tussen hun. En ja, ze hadden het een beetje lastig. En toen dacht ik van, weet je wat, dan ga ik eerst even naar Tim. Toen heb ik hem even gehad. Ik heb gezegd van, kom op jongens, jullie kunnen het samen. Er zit wat in. En ik hou van jullie. Dus ik denk dat je als dochter Phil, ja, dat je wel vlechtjes in moet. Was Tim verantwoordelijk voor jouw creatieve dip dan? Nee. Ja, absoluut. Nee, dat was ik gewoon... Ik was meer verantwoordelijk voor de financiële dip. Er zitten wat dingen bij met de inhoud. Kun je eens de sfeer weer bekijken? Er staat luchtige shit op. Er staat een track als vandaag bijvoorbeeld. Dus is luchtige shit. Ze gewoon vergeet het allemaal maar. Die boeit me heus, is luchtig. Maar die kind hier zelf is toch wel vrij zwaar, weet je wel. Nou, en zo, die balans zit er wel een beetje in. En een paar gewoon, ja, keiharde... En ongeveer 4 van die blokjes van sfeer weer achter elkaar. En dan heb je ongeveer overhoud. En dan nog met een paar knallers er wel bij, weet je wel. Domme man. Heb je kook? In 2001 hebben we ooit een keer een nummer gemaakt, ontzettend wack, vond ik zelf. En uiteindelijk heb ik toen ook echt iets van 2 jaar gehad van nee man, ik ga mezelf even opsluiten. Ik ben altijd een dichter geweest, ik heb al spoken word gedaan, dichter. Ik was altijd een skatertje, nog wel altijd door hiphop beïnvloed. En zodoende dat ik dacht van nee, ik ga even stoppen. Ik ga eerst eventjes gewoon zorgen dat ik gewoon van wat mij betreft gewoon de muziek maak die ik wil. En zodoende heb ik ook 2 jaar mijn bek dicht gehouden en ben ik later weer met Bolle muziek gaan maken. Toen kwam Sfeerbeer eruit en ja, ik heb in de tussentijd die speak remixes dingen gedaan. En zodoende. En ja, nu dus 3 keer niks. En we zijn bijna klaar. Ik moet nog 2 tracks schrijven trouwens, ik moet niet vergeten. Maar we zijn bijna klaar, we zijn nu aan het opnemen. En ja, in de tussentijd heb ik nog een solo album, ben ik mee bezig met DJ MP, VSOP, Drumkits. En dat zijn we nu ongeveer op de helft. Dat doe ik gewoon op het gemakje. Ik ben ook aan het afstuderen, dus ik doe dat op het gemakje. Kijk. Ik had ook telefoon van. Niks een handje. We hebben nooit getekend eigenlijk, Topnotch. Oké. Het was echt... we hadden bepaalde besprekingen over contractvoorwaarden en zo. En ja, op een gegeven moment hebben we gewoon vast het album uitgebracht. We hadden gewoon geen bespreking in de veronderstelling dat we daar wel uit zouden komen samen. En toen uiteindelijk zijn we er toch niet uitgekomen. En dat was gewoon een zakelijk ding. En eindstand zijn we gewoon allebei onze eigen weg gegaan.
Ik hoorde verschillende producers namen bij Drieke Niks, maar een heleboel mensen deden even geen belletje rinkelen. Nee. Misschien kan je daar even wat toelichting over geven. Nou, weet je wat het is? Wij krijgen via meerdere kanalen heel vaak gewoon beats aangeboden. En omdat op een gegeven moment met die sfeerweer dingen, maak je toch wel een ander soort muziek. En tussen de beats die we aangeboden kregen van mensen, zitten wel eens precies zulke soort dingen die je zoekt. En op het moment dat het dan ook goed klikt met zo'n persoon, dan, en je mag die beats gebruiken, dan waarom zou je het dan niet doen? En dan vooral, ik hou er persoonlijk gewoon van om met veel mensen samen te werken. Omdat iedereen ook zijn eigen zicht heeft op hoe het zit. Weet je. Voor mij is het ook wel een soort van stage of leerproces. Je leert altijd wel wat van iemand waar je mee samenwerkt. En dat kan op meerdere gebieden zo zijn. Dus in dit geval dan hadden we ja, die D-Lux dan die ik kende van het album. Die gast had ik helemaal niet gezien tot het album uitkwam. Toen ik het aan hem gaf. Van de hoogste tijd, zeg maar. En nu, ja, die gasten van Jazzbone, Labradic en Flexnumus, die kennen we via Brainstorm, via Presto en Turn en Lens. Die kenden hun en die gasten die kwamen langs en zo. Ja, hier was een beetje met 80 beats. Oké. Okay. En volgende keer komen we, ze nemen er nog 80 mee. Oké. Joris, die kennen we al sinds, OJ kennen we al sinds dat hij 13, 14 is en a cappella's vroeg om internet remixes te maken. En die gast maakt gewoon ja, de laatste tijd gewoon vette beats, weet je. Pas precies bij wat we aan het doen zijn. Nou, Presto die is van alle markten thuis, dus daar kon je wel dingen van krijgen altijd. En je hebt nog meer. Ja, Koen en Fernando, maar dat zijn allemaal gasten die uit hetzelfde kamp komen, Groningen. Dat wij toch een bepaalde sound de meeste mensen die ik vandaan hoor en dat past precies in het plaatje wat we aan het doen zijn. Dus het is gewoon lekker dat Drieke Niks album is een heerlijk zomeralbum geworden. Gewoon lekker in je auto aan, niet luisteren naar wat we zeggen en gewoon een vibe op de beat. Van, lekker. Maar ik heb een tour gedaan, de laatste het zijn binnenkort Pop vs Poets met Simon Vinkenoog. Ze dichter des Vaderlands van 2005. Het is echt een fan van in de 70 die naar verjaardagen gaat van de uitvinder van LSD in de bergen van Zwitserland. Toen 60 jaar LSD bestond en zo. Dan hadden we allemaal wel wazen doen in de bergen met z'n allen. En Jules Deelde en zanger van de Truck in de Kerk, Rick de Leeuw. T. Lau van de Scene, de zanger van Van Katoen. En dan nog een hele hoop poetry mensen. Allemaal Daniel D, allemaal de gast van Verde, Jeroen Naak geboren, maar allemaal gasten die op een heel ander niveau, Bob Fosco. Maar dat zijn mensen die inspireren, weet je, want dat zijn de gast van Grupo Sportivo, Hans van den Berg, allemaal van zulke gasten. Maar dat zijn mensen die, als je tegen hun zegt van ze draaien muziek niet op de radio, zeggen ze, nou, als het daar is al 50 jaar die al lul. Ah. Ja, die gasten die doen dat al jaren in een circuit zitten waar niemand ze niet, maar waar ze gewoon hun geld gewoon lekker binnenhalen. Ja. En dat zijn mensen, als je hoort een Sjoel Deelde, vraag je of hij mee wil doen, of hij drie keer niks zit. Ja, zegt, nee. Zeg hoezo niet? Hip-hop, rot op met je hip-hop, man. Diepstraal toch een eind op met je hip-hop, kutmuziek. Ja, doe gewoon mee. Weet je. Ja, we hebben echt 5, 6, 7 shows met hem gedaan. Dus op een gegeven moment, aan het begin is het gewoon oppervlak. Op een gegeven moment dan leer je elkaar een beetje kennen. En je lacht je helemaal dood met zo'n fan. En net zoals dat ik die Maurice, want hij bedriep net de Poingen toch? Hij heeft Poing geproduceerd in 19 zoveel. Nummer 1 hit in meerdere landen over de hele wereld. Hè. Dat is toch geweldig. Ik heb terecht gedaan met Paul Elstok, die staat op zijn laatste album. Volop gaaf. En dan rap je gewoon ook in het Nederlands? Ja man. Oké. Okay. Ja man, gewoon een soort... Wat voor track is dat dan? Ja, ik denk, het zit tussen grap en een hiphop in. Dus er een soort van smack my bitch up-achtig ding. We hadden hem ontmoet bij Giel Beelen, was vierde show. En vroeger had ik, toen ik nog skater was, ging ik met een hele hoop DJ's om. Die in die scene zaten, in de mellow scene. En ja, dat was echt een house die een beetje opgekomen was. Skater, alles wat hard was, vond ik gaaf. Weet je. Van metal tot hip-hop tot house. Weet je. Dat was gewoon, als het maar knetterhard was, dan vond ik het best. Ze dus kwam hier van die feestjes.
kreeg ik VIP-kaarten van die DJ's. Dus toen was ik misschien 17, 16 zo. En dan stond je gewoon naast DJ Paul en DJ Robin. Dan stond je op zo'n platform bovenaan de Olympische Sporthal in Zuid in Amsterdam. En dan zag ik gewoon 15.000 gabbers gaan. Helemaal ziek, weet je. En dan kwam je, toen kwamen we weer tegen bij Giel Beelen. En toen moest hij in Duitsland rijden, toen ging hij weg en wij moesten het uur afsluiten met freestyles. Toen hadden we allemaal dingen van, je ziet me met alles naar de kloten. En allemaal van zulke quotes hadden we in die track gegooid. Je ziet me hakken met Paul, met Maxi's, allemaal van zulke shit. Ja. Dus toen belde hij, later belde hij op en zei, hey, dat deden jullie echt gaaf. Hij zei, kun je niet, ik ga mijn volgende oma, zeg, kun je niet allemaal titels en dingen pakken van mijn oude nummers en daar een tekst mee maken? Ik zei, ja, dit is cool, weet je. Allemaal dingen als je moeder pijpt in de hel en zo. Weet je, je mother sucks kaks in de hel. Allemaal van zulks en shit gewoon vertaald. Weet je, gewoon echt van die klassieke gabber, oldschool samples. Maar ja, ik heb ook een track met Lloyd gedaan pas. Die komt op zijn album. Dat is een soort R&B, Dirty South ritme-achtig ding. En alles daartussen ben ik aan het doen. Zeg maar. Ik vind het allemaal prima. We staan nu in Rotterdam, je kijkt net naar buiten. Ja. Wat heeft Rotterdam nodig, man, qua hiphop op dit moment? Ja, dat het uitgebracht wordt. Alles. Het moet gewoon allemaal er zijn, zeg maar. Vandaag het enige wat je kan doen, ik denk dat Rotterdam zich vooral moet bezighouden met hun eigen markt, weet je. Gewoon met hier. En dat we niet moeten proberen om onze weg naar Hilversum te forceren ofzo. Ik denk, of je moet echt proberen met z'n allen je te forceren dat je in Hilversum gaat worden, maar dat wordt lastiger. Of je moet zeggen met z'n allen, fuck it, we gaan allemaal alles op straat verkopen. Ik heb met Joris, die die winterbeat heeft gemaakt ook, die op die Was of Leven staat, een beetje bekonkeld dat het toch wel hij wordt die 80% van mijn album gaat doen. Mm. En daarbij, Boys van Jazz Bomb doen ongetwijfeld, kies ik daar nog wel wat uit van wat ik heb liggen. Ik heb wel het voorrecht dat ik een hoop heb liggen, weet je wel. Dat aan beats. Dat maakt me wel een gelukkig mens. Ik heb natuurlijk ook Presto al nog waar ik aan ga kloppen. Waar ik ook een EP mee ga doen. Die al een paar tracks groot is op dit moment. Die zitten wel op de helft ongeveer. En hij op de boards. En ook rappen. En ik er dan bij. Onder de naam Triple Double. Uit ons basketbal. Onze gemeenschappelijke basketballiefde. En dat wordt grotendeels Presto en dan ook weer die jazzbong gasten, weet je wel, wie zijn dat, weet je? Dat zijn boys, vrienden van DJ Turn, die gasten, check die shit, www.jazzbong.com, die shit is heel eeuw, die gasten die hebben de breaks, geloof me maar. Had er nog een voetbaltrack komen of zo een keer? Ja, die zitten wel heel lang inderdaad, ligt die al op de, ik heb altijd een hoop voetbalshit natuurlijk erin zitten, maar... Wat verwijzingen inderdaad. Ja, het komt er wel van. Ik heb wel een stuk inderdaad er wel van al liggen. En aan losse punchlines. Maar ik moet het nog eventjes in een leuk sausje geven. En dan, dan wordt het wel gezellig. Dat doen we wel. Vind ik een goeie. Beloof ik bij deze. Die komt erop. Ik ben benieuwd. Wat wordt de titel eigenlijk van 3x album? Ook gewoon 3x? Of? Eerlijk duurt het langst, heet het ding. Dus de eerste track die we gemaakt hebben, dat was op een beat van Joris, Wees eens eerlijk. Het was eigenlijk, we hebben een soort vibe gezeten van, we hebben gewoon een beetje gekeken wat er allemaal te halen valt in het land van de Nederlandse rijmelarij. En ja, je gaat toch kijken wat er allemaal gebeurt om je heen. En ik mis toch, in heel veel gevallen mis ik een hoop eerlijkheid in muziek. En dat willen we een beetje terugbrengen. Natuurlijk met de nodige knipoog. Maar ja, over het algemeen moet het gewoon eerlijke shit worden. En vandaar dat, toen kwamen we met de term eerlijke muziek. Het moet allemaal eerlijk en alles moet eerlijk. En toen hadden we zo vaak het woord eerlijk gezegd dat we ook maar een track moesten maken. Wees eens eerlijk. En toen was de naam van het album wel snel bepaald. Dat is de eerste die we gedaan hebben, die was ook het snelste klaar. Als fuck al die rappers, het is woensdag en ik maak gehakt van die rappers. Als beef zonder reden, van brain and extinct tot opgezwollen in de profeten. Als boom bap, ba doom bap, bootlegs van Juice Crew of Durex van Wu-Tang. Schoenen zonder fetus en weten wat je zegt. Een modder vette bass kicken, veel te harde snare. Als shows waar niemand je kan verstaan. Piepende speakers plaatsen waar hele publiek je haat. Pussies en haters, groepies en kleine kinderen. Producers met platen genoeg voor een eigen winkeltje. Weten wat je vandaan komt en weten wat je zegt. Dit is Blondie B met een enorme drukke cap. Als backspins en vetlezers, als grafsprayen, tag zetten en wegwezen.
Als stuurlui aan wal en bedweters. Als blanke boys die slang spreken als nepnegers. Als binnen met je spiewak aan. Als drumbreak, soul samples en vierkwartsmaten. En niet klappen als ze het verdienen. Maar tof doen achterin en alleen klappen voor je vrienden. Als 100 keer zeggen dat je tof bent. En koptelefoons 10 keer groter dan je Walkman.